Goedenavond, dames en heren. Het is 19:30 geweest al intussen. Hartelijk welkom op deze commissievergadering. Het is redelijk warm, maar de agenda is ook redelijk kort, zodat we met elkaar wel kunnen proberen om op redelijke tijd ook klaar te zijn. Ook de mensen op de publieke tribune van harte welkom en uiteraard de mensen thuis. Goed dat u meeluistert, meekijkt en wij doen hier aan tafel allemaal mee. We hebben een mooie agenda, zoals ik al zei. Er zijn geen insprekers, dat scheelt ook alweer, zodat we agenda punt 1, de opening en inventarisatie insprekers, gehad hebben. Gaan we over naar agenda punt 2, vaststelling van de agenda en inventarisatie van de rondvraagpunten. Heeft iemand behoefte aan aanpassing van de agenda? Niet, dan heeft de voorzitter dat wel. En dat is omdat wethouder Schelen betrokken is bij het agenda punt 5... dat we dat naar achteren schuiven en de heer Schelen zal met een minuut of 10 kwartier zal die hier aanwezig zijn. Als wij het redden om tot die tijd te doen over de overige punten, dan kan hij op zijn beurt zijn agendapunt behandelen. Mee eens, dank u wel. Dan hebben we ook dit agendapunt gehad. Rondvraagpunten, nog even voor de zekerheid, zijn niet ingediend. Dus daar hebben we ook verder niet mee van doen. Agenda punt 3 is dan ook automatisch geweest. Gaan we naar 4, vaststelling afsprakenlijst raadscommissie van 5 april 2018. De gemaakte opmerkingen zijn verwerkt, heb ik begrepen. Verder geen opmerkingen, zodat we die ook gehad hebben. Ja, zo gaat dat, publieke tribune. Gaan wij naar agenda punt 6, coördinatiebesluit natuur- en wateropgave. Vecht en regge. Wie van u mag ik daarover het woord geven? Ik begin van mij links. Ga de gang. De heer De Jonge. Ja, voorzitter, een paar korte vragen en opmerkingen. Want besluiten of de koers in deze, die zijn al een aantal jaren gegeven aan het college. Als het gaat hoe wij hiermee verder gaan. Maar ik heb nog wel een paar vragen van, want er zijn een aantal onduidelijkheden in het stuk. Van onder andere van bij het vaststellen van het planologische kader, wie gaat dat doen? Wordt het college, gaat dat zelfstandig doen? Of krijgt de raad daar nog een rol in? En los van beide antwoorden van, hoe ziet de wethouder de rol van de raad in deze bij de verdere uitvoer? Hetzelfde geldt eigenlijk ook wel een beetje van, hoe ziet het college, de wethouder, van de rol van de burgers? Want onder in het stuk staat er iets over opgemerkt, maar vinden wij eigenlijk maar een beetje te summeren, want we zouden ook wel graag de burger erbij betrokken hebben. En eigenlijk voor ons de meest belangrijke is het citaat van, mogelijk zijn er nog andere besluiten nodig. En daar komt bij ons al gelijk op van, ja, wat voor besluiten denkt de wethouder dan aan? En waar moeten we daarmee rekening mee houden en in welke termijn wordt dat helder en zichtbaar? En dat geldt eigenlijk ook, zeg maar, voor de coördinatie en wat vaststaat in die coördinatieverordening die we schijnbaar een aantal jaren geleden vastgesteld hebben. Van als er een samenloop komt, dan komt er een andere rol in het kader van de omgevingsvisie. Krijgen we dan een ander voorstel of een andere aanpassing van het bestemmingsplan? Van hoe ziet het college de wethouder die rol? Dank u wel. Lief. Niet. De heer De Ruiter, gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. Ik heb een beetje een handicap met mijn techniek, maar ik begrijp dat ik volgende week een nieuwe krijg. Dus dat probleem is dan volgende week hopelijk verholpen. De vraag die ik heb is de volgende. Als ik goed begrijp, worden de trajecten voor projecten gelijkmatig vinden die plaats. Ook wat betreft besluitvorming, wat is dan eigenlijk het effect op het moment dat er één project, wat is het risico op het moment dat er één project deel stagnatie oploopt, heeft het dan ook, dat kan wat ons betreft gevolg hebben voor de voortgang van de andere projecten. Dat is onze vraag, wat is dat risico? Dank u wel. De heer Marsman, ga je gang. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ons is in grote lijnen wel duidelijk wat de raad hier gevraagd wordt.
En afgezien van de voordelen die in het stuk genoemd worden, is een voordeel van van zo'n besluit natuurlijk ook dat je heel veel tijdswinst kunt behalen. Maar waar wij een opmerking over hebben, en misschien een bevestigingsvraag, is dat bij de risico's wordt aangegeven dat die beperkt zijn. Hè. Tegen een coördinatiebesluit zelf staan geen rechtsmiddelen open. Maar een eventueel gevolg van een coördinatiebesluit kan wel zijn dat als er een bezwaar op komt, en het sluit een beetje aan op de vraag van de VVD, op een van de besluiten, dat deze dan rechtstreeks naar de Raad van State gaan. En als deze zo'n deelbesluit dan afkeurt, dan vertraagt dit het hele project. Is die veronderstelling juist? Dank u wel. De wethouder, gaat er gang. Nou, allereerst coördinatiebesluit van het is in principe heel helder en klip en klaar dat burgers hier in feite voordeel bij hebben. Die hoeven maar op één moment op te letten als er iets in dit kader aan de orde is. Dus deeltrajecten worden op hetzelfde moment bekendgemaakt. Wie stelt vast? Dat hangt er een beetje vanaf van wat er gebeurt, meneer De Jonge. In principe is het zo dat als er geen bezwaren naar voren komen, dan beslist het college. Dat is vastgelegd in het bestemmingsplan buitengebied. En komen er bezwaren naar voren, dan is de procedure van de raad aan de orde. Mogelijk zijn er nog andere besluiten van, ik kan op dit moment niet overzien welke besluiten er allemaal aan de orde komen, want het zijn andere partijen die in feite de uitvoering in handen hebben. Het is de provincie met het waterschap en die hebben een aantal dingen ter voorbereiding en wij hebben bewust gekozen als gemeente om niet via een provinciaal inpassingsplan te gaan werken, om zelf aan zet te blijven als er mogelijke bezwaren van omwonenden of belanghebbenden zijn. Dan heb ik uw laatste vraag niet helemaal goed begrepen, maar als ik het interpreteer, dan is het van welke relatie ligt daar bij de omgevingswet? En dan zeg ik van, dit traject loopt nu, dus de omgevingswet is daar niet op van toepassing. Dan trajecten vinden gelijkmatig plaats. Ja, als er stagnatie optreedt, hangt het ervan af op welk onderdeel er stagnatie optreedt en wat er dan juridisch voor procedures zijn. Dus daar kan ik ook eigenlijk weinig op zeggen dan wat ik er nu van gezegd heb. En dat geldt ook voor de vraag van de ChristenUnie. Tweede ronde. De heer De Jonge, gaat er gang. Nou, voorzitter, de laatste vraag, de wethouder gaf te aan die niet helemaal begrijpt wat ik daarmee bedoelde. Dat is degene op bladzijde 2 onder de argumenten van over die gecoördineerde voorbereiding en bekendmaking van bestemmingsplan omgevingsvergunning. Al dan niet met een gerelateerde vergunning. En daar staat dus een sneer erbij van niet helder is of dat niet uitgesloten is of deze situatie zich voordoet en dat er wellicht nog andere vergunningaanvragen moeten komen. En mijn vraag is dan, maar dat sluit zich ook al aan bij wat de andere fracties gevraagd hebben, van wat heeft dat dan met de snelheid te betekenen? Hè? Want als er een onderdeel uitvalt en er moet een apart besluit komen, kan ik me alleen maar voorstellen dat dat te maken heeft met een bestemmingsplanwijziging. Dan moet het hier de hele procedure weer voorgelegd worden. En wat zijn dat voor risico's? Want die worden niet in de risico's opgenomen. Volgens mij heb ik daar de heer De Ruiter al een antwoord op gegeven van, ik kan op dit moment niet overzien van welke risico's er lopen, welke deelbesluiten er genomen moeten worden. En als er op een bepaald deelbesluit iets gebeurt, dan kan ik daar op dit moment de juridische consequenties niet van overzien. Dus ik moet het antwoord schuldig blijven. De heer De Ruiter. Ja, dank u wel. Maar als dat boven de markt blijft hangen, dat antwoord er nu niet is, dan wordt het wel lastig om hier te zijn de tijd mee akkoord te gaan, als raad. Er is ook helemaal, uw vraag is eigenlijk niet, heeft geen betrekking op het onderwerp, want wij stellen hier een coördinatiebesluit vast, waarbij dingen samengepakt worden en de procedures die moeten allemaal afzonderlijk gelopen worden.
En dat is dan aan de orde en nu, vanavond niet. Okay. Dus alleen het aspect coördinatie en niet de inhoud. Heeft de heer Marsman nog behoefte aan? Niet? Dank u wel. Dan is hiermee de behandeling van dit agendapunt voorbij. Rest mij nog de vraag, wordt dit een hamerstuk of... Ja, hamerstuk, dank u wel. Dan hebben we dit agendapunt gehad. Dan kunnen we nu, als de wethouder Schelen iets geacclimatiseerd is, overgaan naar agendapunt 5. Als nu mijn apparaat wil meewerken... Ja. Voorzitter, mag ik een procesvoorstel doen? Want als u weer teruggaat naar agenda punt 5, betekent dat er wat wisselingen moeten plaatsvinden. Mag ik u voorstellen om eerst de andere agenda punten af te handelen? Maar dan kunnen wij blijven zitten. Ik weet niet of er bij andere fracties is. Ik ben als was in uw handen. Ik ga met u mee. Agenda punt 7. Vaststelling beeld... Kom erop hoor, ik heb er zin in. Wij zullen nu overgaan tot behandeling van agenda punt 7 en niet van de wethouder. Vaststelling beeldkwaliteitsplan Vlierbrink fase 1c. Wie wil daarover het woord? Ja, ik tel goed. De heer Hutte, gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Eens moet de eerste keer zijn, dus dat wordt vanavond voor mij. Als eerst dank voor de heldere uiteenzetting van dit beeldkwaliteitsplan. Ziet er mooi uit. Mogen wij ervan uitgaan dat er voldoende ruimte en begeleiding geboden zal worden, uiteraard binnen de gestelde kaders, voor eigen ontwerp? Dat was mijn vraag. In ieder geval een heldere. U was ook helder. Mevrouw Pol, ga die gang. Dank u wel, voorzitter. Ik heb een korte vraag. In het stuk wordt gesproken over de stadsbouwmeester van Ommen. Normaal zetelt hij volgens de gemeentepagina nog steeds in Harderberg. Moeten de mensen dan naar Harderberg of kunnen ze in Ommen met de stadsbouwmeester om tafel? Dat was het. Dank u wel. De heer Remmers. Dank u wel, voorzitter. Ja, ook de LPO heeft uiteraard kennis genomen van het beeldkwaliteitsplan. Ik denk dat het er goed uitziet en ik ben in ieder geval blij met de volgorde. We hebben in ieder geval iets geleerd vorige keer. Eerst het beeldkwaliteitsplan en dan pas de kavels gaan verkopen. Dat lijkt me in ieder geval een stuk beter dan vorige keer. Toch missen we twee zaken en ik heb even getwijfeld van... moet dat binnen het beeldkwaliteitsplan of is het... maar ik wil hem toch hier genoemd hebben in ieder geval. Want vooralsnog kunnen dit wel eens de laatste kavels zijn waar we misschien over beschikken. En er is in ieder geval in het stuk weinig of geen aandacht voor duurzaamheid en daaraan gekoppeld gasloos bouwen. En nou is dat misschien niet direct een beeldkwaliteitsplan wat daaruit voortkomt, want dan kom je ook op andere terreinen. Alleen, we waren wel benieuwd van, kunnen we daar niet een duidelijk signaal afgeven op een of andere manier? En moet dat dan hier of moet het ergens anders? En als we al overgaan tot gasloos bouwen en we komen bijvoorbeeld met warmtepompen, dan hebben we wel met een beeldkwaliteitsaspect te maken. Want we kennen allemaal ongeveer hoe ze eruit zien. En wat voor lawaai ze eventueel nog afgeven. En we hadden wel zoiets van, goh, moet daar niet iets over gezegd worden in het beeldkwaliteitsplan? Van hoe mogen of moeten die warmtepompen eruit zien? En hoe gaan we dat eventueel verpakken om dat toch ook niet het beeldkwaliteitsplan negatief te beïnvloeden? Dat waren onze vragen, voorzitter. Dank u wel. De heer Marsman. Ja, dank u wel. Nou, in ieder geval goed te lezen dat er geen reacties zijn gekomen op dit beeldkwaliteitsplan. Nou, even aanhaken wat mijn buurman net zei, dat hebben we ook wel anders gezien. En ook een avond waar de mensen rij dik achter de microfoon stonden. Dat dus nu niet, dus dat, wat dat betreft dat mooi. Ja goed, wel de opmerking natuurlijk dat we op dit moment ook echt niet weten hoeveel mensen zich nu al gemeld hebben en geïnteresseerd zijn in die 97 kavels. Maar het enige punt waar we wat over zaten te dubben is toch het criterium wat we lezen op bladzijde 11 van het plan. Waar staat bij landelijk, waar staat bij de hoofdvorm dat er sprake moet zijn van een dominante kapvorm. Vorm en dan bij voorkeur één laag met kap. En dan met name die term met bij voorkeur is dan zo'n term waar wij ons afvroegen van kun je daar dan weer niet geen problemen mee krijgen.
Het gaat hier trouwens wel om de meest zuidelijk gelegen woningen. En niet eens zoveel, 6 stuks volgens mij. Maar ook in de nabije toekomst worden daar geen woningen bij gebouwd. Dus we konden ons best wel voorstellen dat je misschien daar juist de aansluiting zoekt bij een Essen en een hoevenlandschap, zoals dat mooi gezegd wordt. Dus is het niet veel duidelijk als daar toch een keuze gemaakt wordt voor 1 laag met kap. Maar hoe kijkt de wethouder daar tegenaan? Dan moet volgens mij de wethouder eerst verhuizen per toewijk. Wethouder, gaat u gang. Nou, met het laatste maar te beginnen. De wethouder heeft er helemaal geen voorkeur over. Wat mij betreft blijft het staan zoals het staat. En inderdaad, bij voorkeur, dat kan problemen oproepen. Maar wij zitten niet zo in elkaar dat voor elke oplossing een probleem bedacht wordt. Nee, voor elke oplossing staan we open. Dan de VVD, voldoende ruimte voor eigen ontwerp. Nou, meer dan de helft, dat is eigenlijk al ontworpen. Want er zijn projectontwikkelaars bezig met huurwoningen en bouwwoningen. En dat is eigenlijk allemaal al vastgesteld. En daar is ook dit beeldkwaliteitsplan een beetje op toegeschreven. En dan vraagt u ook voldoende begeleiding. Ja, bouwen, dat doe je zelf. En daar komt geen begeleiding uit voort van de gemeente. De Partij van de Arbeid, de stadsbouwmeester. Ja, ik lees ook altijd dat hij in Hardenberg zitting heeft. En ik ga er ook vanuit van dat als je vanuit Ommen iets hebt met de stadsbouwmeester, dat je naar Hardenberg moet. Maar zeker weten doe ik het niet. LPO. De laatste kavels, dat volgens mij is dat niet helemaal zo. Volgens mij is fase 1C het laatste gedeelte van de Vlierbrink 1. En volgens mij is de volgende fase het grondwerk al aanbesteed aan een lokale ondernemer. Waarvan akte. En als dat ingevuld wordt en er komt een beeldkwaliteitsplan en daar komt geothermie, heet dat geloof ik. Op geothermie, daar mag u dan allemaal over beslissen. Nou, het antwoord van de ChristenUnie heb ik in principe al gegeven. Dat maakt mij niet zoveel uit van hoe daar gebouwd wordt. Ik vind wat er in 1A en 1B gebouwd is, dat vind ik allemaal heel prachtig, heel mooi. En is ook allemaal heel divers. En volgens mij moeten we op die tour doorgaan. Overigens zit ik in de nadagen. En ik heb hier nog een mooi boekje. Ommen Oost in 2027. Door wethouder Arend Beugeling en wethouder Ilona Lagasse-Meijer. En voor degene die geïnteresseerd is, die mag er straks wel even in kijken. Maar dat was in 2007, geloof ik. Tot zover, voorzitter. Ja, ik wacht even, want daarna komt er nog een naambrander. Tweede ronde. Mevrouw Werners, gaat u gang. Bedankt. Ik kom er ineens op, maar nu ik er zelf ook woon in de prachtige Vlierlanden of erop, loop ik eigenlijk tegen iets heel praktisch aan. En dat is met de woningbouw uit, is dat er zijn een aantal hoekwoningen, maar er wordt groen voor gebouwd. En ik ben blij dat er genoeg groen ook blijft, dat is de zin. Maar kan er misschien ook meegedacht worden om ook aan die 1,4% auto per huishouden. En dat het logisch ingevuld wordt in plaats van het tekort aan parkeerplaatsen, waar we dan misschien binnen 2 jaar al tegenaan gaan lopen. En groen op een andere manier blijvend kunnen invullen. Ik zie het in de tekeningen namelijk ook weer terug dat het dichtgegooid wordt bij de hoekwoningen. Dus geen auto's kwijt kunnen. Kun je daarmee mee? Dank u wel. De Rutte. Dank u wel. Even over het verhaal of mensen begeleid gaan worden. Uiteraard snap ik ook dat de gemeente niet gaat helpen om een huis te bouwen. Dat kun je wel zelf of te aannemen. Maar als er in de ontwerpfase iets anders gaat dan bedoeld zal zijn, dan kun je zeggen van dit doen we niet en daar blijven we bij. Of stelt de gemeente hulp beschikbaar om te kijken hoe het dan wel kan. In die context bedoelt dit mijn vraag. Dank u wel. Mevrouw Pol.
Ik meen me toch vaag te herinneren dat er een afspraak was dat de stadsbouwmeester ook in Om een zitting zou hebben. Dat is een tijd geleden, daarom vroeg ik het ook, maar volgens mij heeft de heer De Jonge daar ook net even een seintje gegeven dat dat zo was. En ik hoop wel dat het ook kan en anders dat het geregeld wordt. Nou, laat ik eerst een rijtje even afmaken. De heer Remmers, ga die gang. Dank u wel, voorzitter. Dank voor de beantwoording. Ik snap dat in de volgende fase het misschien nog actueler is om gasloos te bouwen. Aan de andere kant, ik begrijp bij de beantwoording dat in ieder geval in deze fase er voor ieder huis nog gas wordt aangeboden. Terwijl de verplichting er natuurlijk wel afgaat. Maar dan is het nog niet de verplichting om er gebruik van te maken. Dus we zouden ook zelfs in deze fase natuurlijk al wel degelijk met een flink aantal mensen zonnepanelen op het dak en een warmtepomp om de rest te doen. Dus als we daar niks over afspreken, dan kunnen we in deze fase, kan je niet alsnog zeggen van luister eens, dit vinden wij dusdanig storend voor het gezicht, dat we daar misschien oplossingen voor moeten zoeken. En die laten we nu los als we zeggen, ja, dit is nu het beeldkwaliteitsplan wat we vaststellen. Ja, dan heb je niks meer, geen stok om mee te slaan, om het zo maar even uit te drukken. Dus prima dat het volgende keer in het beeldkwaliteitsplan misschien wordt opgenomen. Maar het is de vraag of we daar hier al niet iets mee moeten. Dus ik toch nog wel graag een reactie. Dank u wel. De heer Marsma. Ja, heel kort, meneer de voorzitter. Kijk, ik wil verder geen waardeoordeel uitspreken of het nou één of twee moet zijn. Wat mij om gaat is dat zo'n beeldkwaliteitsplan gewoon duidelijk moet zijn. En als je er dingen inzet waarbij je voorkeuren uitspreekt en vervolgens met iemand in discussie gaat die het gewoon wil doen wat hij wil doen. Dan denk ik bij mezelf van zet er dan niet bij voorkeur bij. Dan zijn we er ook gewoon in één keer uit. Dank u wel, de wethouder. Nou, met de laatste te beginnen van bij voorkeur wil zeggen dat je er ook van af kunt wijken. En als je het heel hard neerschrijft, dan moet het ook zo. Dus mijn voorkeur gaat naar bij voorkeur. Dan weer Remmers. Volgens mij lag er een toezegging naar deze raad dat in de volgende fase gasloos gebouwd zou gaan worden. Dus deze fase nog niet. En wat mij betreft houden we het ook zo, maar het is aan u om daar verandering in aan te brengen. En dan bij de behandeling in de raad weet u wat u te doen staat. Voorzitter, als het nog mag even. Ik begrijp heel goed dat in deze fase niet alles gasloos wordt aangeboden. Want dat is duidelijk. Alleen blijft het feit dat je natuurlijk niet verplicht bent om gas te gebruiken. En wel zelf te kiezen voor een ander soort verwarming dan wel zonnepanelen, warmtepomp, et cetera. Dus ik ben het met u eens dat die toezegging is er, dus die wacht ik keurig af. Ik hoop dat we inderdaad dan misschien wel een hele wijk gasloos kunnen bouwen. Misschien ook wel moeten. Alleen voor deze fase, je zit nu in zo'n tussenfase waarin mensen zelf de keuze maken. Op het gebied van duurzaamheid, van luister eens, ik kies niet meer voor gas. Zeker ook niet met het oog voor de toekomst, want ik moet er toch ook weer af. Dus als ik nu toch ga bouwen, waarom zou ik dan niet direct kiezen voor het gasloos bouwen? Ook al ligt er zo'n leiding door de hele wijk. Daar hoef je er nog geen gebruik van te maken, van de nutsvoorzieningen. Dus dan zullen mensen zelf kiezen voor het zonnepanelen, warmtepompinstallatie. En als daar dus niks over gezegd is in het beeldkwaliteitsplan wat nu voor ligt, kan je niet alsnog gaan afdwingen dat mensen bepaalde maatregelen treffen om te zorgen dat het de wijk niet ontsiert, om het zomaar even uit te drukken. Dus dat is waar ik op doel. Dus we zitten een beetje langs elkaar op, geloof ik. Ja, ik zou niet weten hoe het ontsierend werkt als je op deze manier bezig gaat. Er zijn tegenwoordig ook mensen die hebben een airco buiten het huis hangen. En dat mag ook allemaal. Dus zo'n hybride toestel, daar heb je ook spullen buiten nodig van. Ik zou niet weten waarom dat niet mocht. Heer Moerman. Ja, voorzitter, wil ik daarna wel even reageren. Ik zie absoluut niet in wat het gebruik van al dan niet van geothermie, wat je daar zou moeten sturen in beeldkwaliteitsplan. Dit gaat inderdaad, als je het hebt over een hybride toestel, daar heb je helemaal geen vergunning voor nodig. En dat ga je absoluut niet vastleggen in de beeldkwaliteitsplan. Dus ik zie de vraag inderdaad absoluut niet. Dank u wel. Heeft de wethouder nog behoefte aan... Nou, ik ben nog een antwoord schuldig aan de VVD. Ja, een burgerleiding van wij pakken mensen niet bij de hand en helpen ze. Er zal best hier en daar wat sturend opgetreden worden van en wat advies gegeven worden. Maar uitgebreide burgerleiding, dat zit er niet in. Uh,
En dan de parkeerruimte. Ja, wij hebben een parkeernormen. En als u de parkeernormen wilt wijzigen, dan komt u op 31 mei aan zet. Want dan is de van zetherziening parkeren, dacht ik, aan de orde. En daar staan de parkeernormen in. Zowel voor het centrum als voor nieuwbouwwijken. Dank u wel. Dan hebben we hiermee ook de behandeling in tweede termijn gehad. Rest mij weer de vraag of wij bij wijze van hamerstuk of bij wijze van bespreekstuk. Ik zie hamerstuk. Bij voorkeur. Hebt u toch wat bereikt, heer Barswant? Prima, dank u wel. Dan gaan wij over naar agenda punt 8, vaststelling bestemmingsplan kleine kernen, herziening Lemelenweg 46, 46A, 46B, 46, nee, geen C. Van bedrijfsbestemming naar woonbestemming. Wie wil daarover het woord? De heer De Jonge en nog twee. De heer De Jonge, ga je gang. Ja, voorzitter, in principe sluit dit ook wel aan bij de visie die wij als VOV-fractie hebben. Het omkatten van leegstaande bedrijfsobjecten naar woningen toe. Alhoewel wij ons dan altijd wel afvragen, want er zit wel een behoorlijk voordeel aan voor degene die dat doet. Want de waarde die wordt natuurlijk heel anders, maar dat even terzijde. Voorzitter, wat ons in deze wel afvroeg is, wat wij ons afvroegen is van... Want als het college die is in principe ingestemd met het voorstel op 22 juni 2017, een jaar geleden. Van gaan we het college ook met gelijkwaardige situaties gelijkwaardig om? Want er staan volgens mij nog wel een aantal bedrijfspanden en boerderijen leeg die misschien nog wel kansen geven om die om te katten tot woningbouw. Dus het is gewoon een algemene vraag of het college daar ook positief mee omgaat. Dank u wel. Ja, mooi man. Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, een beetje aansluiten wat de heer De Jonge zei inderdaad. Als het nieuwe college met dezelfde voortvarendheid van slag gaat als het huidige, dan gaat het helemaal goed komen. Want als de aanvraag in november officieel een bestemmingsplanwijziging indient, waarbij die in juni van het afgelopen jaar al goedgekeurd wordt, nou, dan gaan we dan zijn we bijzonder goed bezig. Dus, maar ik heb verder daar geen opmerkingen over. En ik heb begrepen dat er al gewoond wordt. Dus daar heb ik ook wel even graag een antwoord op, of dat klopt. Ik dank u wel. Die scherpte voor jaartallen zullen we nog in de komende tijd wel meer meemaken. Ja, de heer Remmers, gaat u gang. Nee, de heer Hemming, voorzitter. Nou, ik sluit me eigenlijk aan bij Partij van de Arbeid, want ik had ook gehoord dat er al gewoond werd. En dat er dan nog een bestemmingsplanwijziging plaats moet vinden, is natuurlijk wel, denk ik, de boel verkeerd om. Maar dat is onze vraag. Dank u wel. Meneer Hemming, dank u wel. De wethouder, gaat u gang. De heer De Jonge die heeft het over kruimelgevallen en het omkatten van alles wat binnen de regels van het gemeentelijk omgevingsplan valt. Als het daaraan voldoet, dan kan alles aangepast worden. Daar hebben we regels voor. En die regels die heeft de raad zelf vastgesteld. En of er wel of niet gewoond wordt van... ik ben er niet geweest de laatste tijd en ik zou dat echt niet weten. En de opmerking over van snelheid of geen snelheid van... ik verbaas me de laatste jaren als wethouder ook wel eens over een aantal dingen. Maar er komt voor een wijziging meer kijken... dan alleen maar wat procedures van waar het hem hier op vast zat, dat was op de erfaanpassing. En dat moet dan door een extern bureau gedaan worden en dat duurt allemaal wat langer dan wanneer je dat zelf doet. Ja, en de opmerking over er wordt al gewoon een verzoek tot handhaving of... Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Wie heeft behoefte aan de tweede ronde, de heer De Jonge? Ja, voorzitter, eigenlijk mag bij het sluiten van de markt mag het ook wel een beetje. Dan maakt de wethouder zich er wel een beetje makkelijk af. Want het gemeentelijk omgevingsplan stelt volgens mij niks vast.
Want dat doet een bestemmingsplan. Dat gaat hier om bestemmingsplanwijziging. En als wij leegstaande, en ik noemde de woonboerderijen, maar, of de boerderijen, maar het kan nog wel, of agrarische bedrijven, dat kan nog wel wat breder zijn, is de vraag van als het, of het college dan op voorhand ook al positief eraan meedenkt. En of er meedenkt en een positieve reactie geeft. Want dat zou ons zeer positief overkomen. En ja, de tweede, want, en eigenlijk zei de wet, vroeg de wethouder het al, want ik heb dan de vraag aan de collega's van LPO en de Partij van de Arbeid of zij een verzoek doen bij deze om te handhaven. Want in mijn optiek, en ik wil er geen oordeel over geven, misschien moet de wethouder dat maar even doen, maar het is een bedrijfswoning, die mag daar bewoond worden. Dus het verzoek vragen mij is aan de beide partijen van willen zij dat er nu ook dit, nu dit proces loopt om daar te laten handhaven. De heer Moerman gaat antwoord geven. Gaat u gang. Ja, ik heb een vraag ontvangen van zowel het college als van de heer De Jonge. Handhaven nee, wat mij betreft, zou er bij wijze van spreken een gedoogbeschikking komen terugwerkende kracht vanaf juni 2017. Dus nee, geen. U ontkomt er niet aan, de heer Hemming. Is voor mij ook geen probleem, voorzitter. Maar ja, ik kan me aansluiten bij de Partij van de Arbeid. Wij hebben niet de behoefte om een handhavingsverzoek in te dienen. Wij vinden het alleen ja, toch een beetje de verkeerde route om te kijken van nou eerst gaan ze er wonen en dan de wijziging van bestemmingsplan. Dus vandaar deze opmerking. De wethouder? Sinds wanneer wordt er dan gewoond? Niet sinds juni 2017. Want in januari, toen werd er nog niet gewoond. Want toen was het kantoorpand nog niet verkocht. En daar draait het om. De bestemming van het kantoorpand wordt woning. En dan naar de heer De Jonge. Het staat iedere inwoner van Ommen vrij om via een principeverzoek na te gaan of er iets mogelijk is op het gebied van bestemmingsplanwijzigingen of niet. En wat mensen meekrijgen op dat moment van als er in principe mee ingestemd wordt, dat is van draagvlak, dus zeg maar een aantal spelregels van het GOP. En vervolgens, als daaraan voldaan wordt, dan kan de vergunning of de bestemmingsplanwijziging ingezet worden. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Dan hebben we hiermee de behandeling in tweede termijn en van dit onderwerp ook gehad. Heb ik weer de vraag van wat doen wij met het onderwerp hamerstuk of bespreekstuk hamerstuk. Dank u wel. Dan nu door, of terug liever gezegd, naar agenda punt 5. Ik krijg de verordening reïntegratie participatiewet IOHW, IOHZ, gemeente Ommen 2018. Wachten we even op de wisseling. Wie kan ik daarover het woord geven? Mevrouw Tuinbeek, gaat gang. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, in voorliggend raadsvoorstel wordt vermeld dat de participatieraad is geïnformeerd over de nieuwe verordening. In hetzelfde voorstel staat ook aangezien de verordening is opgesteld in samenwerking met de overige gemeenten binnen het regionaal werkbedrijf Zwolle, is niet om advies van de participatieraad gevraagd. Het CDA vraagt zich dan ook af wat hiervoor de reden was. Vervolgens in artikel 15, overgangsrecht, lid 2, staat dat als iemand gebruik maakt van een voorziening op grond van de verordening van 2017, deze persoon de voorziening behoudt voor de duur dat deze is verstrekt, maar maximaal 12 maanden. Vanwaar deze termijn van 12 maanden. En tot slot, voorzitter, nog een korte opmerking. Naar de mening van het CDA dient in artikel 15, lid 3, waar staat, zoals in het eerste lid vermeld, moet het volgens ons het woord eerste worden vervangen door tweede lid. Dank u wel. U hebt het gelezen, hoor ik. Wie van de VOV? Ga de gang. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik heb een drietal vragen voor de wethouder. Ook met betrekking tot dit stuk. Vraag 1 is: in hoeverre wordt de belanghebbende meegenomen in zijn persoonlijke plan? Ik kan me voorstellen dat een belanghebbende niet echt heel goed weet waarin hij de hoofdzaken moet herkennen. Is daar ook begeleiding voor deze belanghebbende? Dan de vraag: wie bepaalt uiteindelijk of een belanghebbende tot de doelgroep behoort? Is dat de UWV of de gemeente?
En wat zijn beroepsmogelijkheden voor een belanghebbende als die het er niet mee eens is met het plan wat opgesteld wordt? Dank u wel. Ik dank u. Mevrouw Pol, ga je gang. Ja, sorry, ik zat te wachten op de rest. Maar... Vandaar. Ja, excuus. Even denken. In de verordening wordt gesteld dat het college veel moet beslissen en regelen voor deze doelgroepen. En er is maatwerk vereist. Nou wordt er vanuit het UWV wel advies gegeven, maar niet in alle gevallen. Namelijk als het college zelf onderzoek doet of iemand is aangewezen op een beschutte werkomgeving niet. Maar ik kan me zo voorstellen dat daar wel advies nodig is. Dus mijn vraag is eigenlijk, wie geeft dan advies? Of wie helpt mede het college? En dan heb ik nog een vraag, even kijken. Omdat het een gezamenlijke regeling is van meerdere gemeenten, zijn er dan ook beschutte werkplekken voor Ommenaren mogelijk in andere gemeenten? En waar zitten de beschutte werkplekken in Ommen? Hoeveel zijn het er? En wat is het kwotum van de gemeente wat dit betreft? Dat was het. Dank u wel. Ga er aan, mevrouw Hemstede. Dank u wel, voorzitter. We hebben eigenlijk vanuit de ChristenUnie een aantal vragen. Er wordt gesproken over de persoonlijke plannen voor de bewoners. Mijn vraag sluit enigszins wat aan op de vraag van de VOV. Worden deze persoonlijke plannen ook geëvalueerd? En zo ja, op welke termijn? We zien daarin ook een kopje van de indienstnemingssubsidie voor kwetsbare deelnemers. En wij vroegen ons af of daar nog een bepaalde contractduur aan gekoppeld staat. Met andere woorden, er wordt gesproken over doorbetaling van 50% van de loonkosten op basis van een jaar. Maar hoe ziet dat contract er dan voor die deelnemer uit? Eigenlijk ter voorkoming dat mensen ook worden, even plat gezegd, worden rondgepompt in bepaalde bedrijven. En als er wordt gesproken daarnaast over een aantal wettelijk te organiseren werkplekken. Om hoeveel gaat dat voor de gemeente Ommen? En wat gebeurt er als deze plekken vol zijn en er nog deelnemers zijn die wel moeten worden toegeleid? Tot zover. Dank u wel. De wethouder, gaat u gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Laat ik het maar even successieflijk langslopen. Allereerst het CDA. Ja, de participatieraad, daar waren mee in gesprek. En men kwam er snel achter dat de op zichzelf genomen deze verordening eigenlijk een hele technische bijstelling is op twee punten. Dus eigenlijk ten opzichte van het beleid weinig voorstellen. Dus dat was ook de reden waarom ze überhaupt geen behoefte hadden om advies uit te brengen. Maar we zijn wel in heel goed gesprek steeds met de deelnemers. En als ze ons kunnen adviseren, dan doen we dat. Dan had u een verhaal over behoud van de voorzieningen. 12 maanden, ja, dat is een enigszins arbitraire grens. Hebben we over gesproken in het werkbedrijf en te doen gebruikelijk. We hebben in ieder geval ook geluisterd naar de UWV en dan lijkt een jaar een mooie overgang. Had ook anders kunnen uitpakken, dat zeg ik in alle eerlijkheid. Dan de verwijzing die u aanduidt, daar heeft u volkomen gelijk in. De ambtenaar heeft er inderdaad even naar gekeken en u heeft helemaal gelijk. Die verwijzing, met andere woorden niet een verwijzing naar het eerste lid, maar naar het tweede lid. Dus inmiddels is dat zeg maar in het stuk al wel opgenomen, alleen ja, dat kon natuurlijk nog niet worden gewisseld. Maar u had helemaal gelijk. Dan naar de VOV. Belanghebbende persoonlijk plan, is daar begeleiding bij? Ja, natuurlijk. Ongelooflijk belangrijk. Daar hebben we natuurlijk in eerste instantie ons ATC-dienstenbedrijf voor. Dus zowel vanuit de LARCOM als vanuit zeg maar het gemeentelijk bedrijf hebben daar expertise op zitten. Ik ben ook heel blij dat juist het ATC vanuit de expertise vanuit LARCOM ons daar extra in kan helpen. Wie bepaalt? Dat is het UWV als het gaat om nieuw beschut. Het UWV indiceert. Dus dat is alles bepalend. En zijn natuurlijk ook de UWV-beroepsregels van toepassing. De derde vraag. Dan mevrouw Pol. Bij de beschut, geen advies UWV. In feite is dat al het antwoord al gegeven. Het UWV adviseert daar niet, het indiceert. Dus dat is een andere rol. Dus logisch dat ze daar niet adviseert. Hoeveel beschutte werkplekken betreft het? We hebben natuurlijk... beschut oud, hè, waar we in LARCOM hebben, hè, afbouw,
En als u wilt, dan zal ik eens een keer staten daarvan laten zien. En het nieuw beschut, en daar gaat deze verordening over. En dan krijgen we een taakstelling landelijk op. En dat was eerst 4, en dat is nu iets uitgebreid. En we kijken steeds naar de circulaires van de ministerie, van hoeveel het is. Dat volgen we nauw. Misschien is het goed om zeg maar in een klankbordgroep eens even het hele verhaal van de cijfers van zowel oud beschut als nieuw beschut te laten zien. En ook hoe we daarmee omgaan. Het zijn wel twee heel verschillende groepen. En ze worden ook heel verschillend geduid in de wetgeving. En ze vergen ook een heel verschillende aanpak. Hoe raar het ook mogen klinken. Maar uiteraard gaat het om dezelfde type van mensen. Gewoon mensen die zeg maar beschut werk behoeven. Maar juist door de regelgeving is dat wat verschillend. Maar misschien een goed idee om dat eens een keer in de klankbordgroep verder uit te duiden. Dan ChristenUnie. De persoonlijke plannen, worden die geëvalueerd? Ja, als het goed is, hebben we geen evaluatie nodig, want leidt het tot de plaatsing. Maar je hebt natuurlijk gelijk, dat moeten we wel monitoren. En ja, het is natuurlijk nu een kort dag. Het is overigens zo dat we onze pilot, we hadden een pilot van Nieuw Beschut, die gaan we zeer binnenkort evalueren. En nou ja, goed, als we dan toch eens in de klankbordgroep erover praten, is het misschien leuk om die eerste ervaringen even met u te delen. Dan het verhaal van de subsidie en contractduur. Dat is maatwerk. Dus we gaan niet een vast punt maken van een aantal maanden en dergelijke die het geldt. Het wordt een goed gesprek, wordt bekeken met de werkgever van goh, wat is hier nou zeg maar geëigend, welke kansen ziet u? En u geeft wel een heel terecht risico aan en dat is helaas in de afgelopen 30 jaar veel voorgekomen, juist voor deze doelgroep, dat je een project mee hebt en het loopt af en dan weer een volgend project. Hè. Dat noemen ze de draaideurprojecten, helaas. Dat is niet helemaal te voorkomen. Wij kunnen geen vaste banen of vaste plaatsingen garanderen. Wat we wel steeds beter doen is monitoren van goh, waar gaan de mensen heen en waar komen ze terecht. Dat wel. Maar die garantie kunnen we helaas niet aangeven. Helaas. Ja, en het aantal werkplekken, et cetera. Nou, ik gaf me richting mevrouw Polle aan. Misschien is het goed om eens een keer het hele staatje te overleggen. En dan eens even te praten over, kijk, hoe staat het er me voor in Ommen en welke effecten bereiken we. Dus dat is misschien een mooi onderwerp om eens een keer bij elkaar te leggen. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, wethouder. Uw laatste opmerkingen sluiten wat aan bij mijn waarneming. Dat het opvalt dat het in wezen om een technische wijziging gaat. Hè. Er zijn als gevolg van wetgeving wat wijzigingen. En er komen heel veel inhoudelijke vragen naar de werking van iets wat er eigenlijk al langer was. En dat onderstreept eigenlijk wel wat ik nu zelf opmerkte bij de laatste opmerking van de wethouder. Laten we daar maar eens, omdat het dan zo'n belangrijk onderwerp is, op een speciaal moment met elkaar nog bespreken. Duidelijk. Behoefte aan een tweede ronde. De heer De Kuijt, gaat u gaan. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik heb nog een vraag. Oh, sorry. Nee, ik gaf u voor. Oh. Ja, ja, dames gaan voor, maar goed. Daar. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik heb nog een vraag, want volgens mij staat er ook in het stuk dat de gemeente kan, de UWV kan overroelen. Klopt dat? En daarnaast, nou, ik ben blij te horen dat ATC daarin een coachingstraject kan starten. Zit daar ook een scholingstraject? Kan dat daar ook aan vastzitten? Dat was het. Dank u wel, meneer de voorzitter. Dank u wel. Ik heb begrepen dat mevrouw Tuinbeek ook nog... Gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. Even over, nog over die 12 maanden. Wij snappen dat er een periode voor, dat er voor gekozen is. Alleen, stel je nou voor dat de nieuwe verordening positiever of negatiever zou uitpakken. Dan zit je dus wel aan die 12 maanden vast. En daarom was de vraag van waarom die 12 maanden? Dus als zeg maar, de nieuwe verordening nou positiever zou uitpakken... Ja. Is het dan niet wenselijk om niet 12 maanden te wachten? Dank u wel. Ja, was een bol. Mevrouw Bol was een beetje bang dat ik haar zou overslaan. Gaat u gang. Ja, inderdaad. Nee hoor. Ik had nog een vraag gesteld over... ja, het is ook wel weer een inhoudelijke vraag. Misschien kan die aan de orde komen... op die avond, maar ik stel hem toch nog even... of die beschutte werkplekken dan alleen in Ommen zijn... of ook in andere gemeenten. Ja, sorry. En ik weet dat het UWV indiceert, tenminste dat zegt u... dus dat neem ik aan voor waar. Maar daarna,
daar doelde ik op, want het UWV adviseert ook welke beschutte werkplek en hoe die ingeregeld kan worden. Dat is allemaal maatwerk, maar niet altijd, want het college doet ook zelfstandig onderzoek naar welke beschutte werkplek dan voor deze cliënt dan nodig zou zijn. En ik kan me voorstellen dat u als college daar toch wel wat advies bij nodig kan hebben. Dus daar ging de vraag eigenlijk over, excuus. En dat was het. Dank u wel. Dank u wel. Mevrouw Hemstede. Ja, ook een vraag, mogelijk toch wat inhoudelijk, maar ik zou hem toch wel graag willen stellen. Ik heb nog geen antwoord gekregen op de vraag van op het moment dat de nieuw beschutte plekken vol zitten, wat gebeurt er dan met de deelnemer? Het lamp nog? Ja. Zo te zien ben ik nog digitaal bij u, ja. Allereerst naar de VUV toe. Hij heeft heel goed gelezen. UWV kan inderdaad overroeld worden en in de praktijk doen we dat ook. We hebben bijvoorbeeld al in onze pilot nieuw beschutte plekken gerealiseerd. Los van welke indicatiestelling van het UWV ook. We hebben er gewoon niet op gewacht. We wilden gewoon ervaring opdoen dat. Dus dat doen we in de praktijk al. En ja, onze insteek is van mensen die zeg maar het nodig hebben, die proberen we gewoon bij te staan. Op welke plek, op welke manier dan ook. Hè. Het is een beetje, zeker in deze periode, omdat de wetgeving dan helemaal uitgekristalliseerd is, is het ook een beetje zoeken. Maar we pakken daar de maximale ruimte. Coaching kan er ook opleiding impliceren, inderdaad. En dat is juist in dit soort gevallen natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Kijk, wat we zien is dat bijvoorbeeld dat er misschien mogelijkheden zijn voor arbeidsmatige dagbesteding. En dan heb je ook extra kansen natuurlijk ook uit meerdere potten. En we kijken even van wat dan het meest geëigend is. Maar in beginsel is het altijd mogelijk. Dan het tweede jaar. Ja, het effect. Ik denk dat het misschien verstandig is om eens even te kijken van hoe dit nou loopt. En dan te kijken of zo'n 12 maanden grens ons juist helpt of juist net niet. Want ik snap uw punt wel. Ik snap uw punt wel. Ja, en dan de inhoudelijke vragen van mevrouw Pol en Hemstede. Ja, voorzitter. Voor beide geldt eigenlijk, ik denk dat dit echt, ik vind dit te belangrijk om even af te raffelen. Ik stel echt voor om dit dus inhoudelijk gewoon dieper te pakken. Want het zijn terechte vragen, het zijn belangrijke vragen. Maar hier is heel veel over te zeggen. Wat ik al eerder zei over, het maakt nogal wat uit of je oud beschut hebt of nieuw beschut hebt. Alle instrumenten, de wetgeving, onze aanpak en wat iets meer zei. En ik ga dat dus, ik denk dat dat niet zo even af te raffelen is. De actualiteit, die pak ik nog wel even van mevrouw Hemstede. Het is niet zo dat, zeg maar, als de plekken vol zijn dat we stoppen. Het is juist eerder andersom. He, dus, en dat zei ik ook al na aanleiding van die pilot. He, we wachten niet tot het UWV met een aantal indicaties komt of zo. We zoeken gewoon plekken. Zo zit hij. Dank u wel. Hiermee de beantwoording ook in tweede termijn gehad. Dan heb ik weer de standaardvraag. Ik zal het antwoord alvast geven. Hamerstuk. Niemand knikt nee. Dan is het een hamerstuk. Dank u wel voor uw medewerking. Zijn wij toegekomen aan de sluiting. Daar wil ik niet toe overgaan dan gevraagd te hebben of de raadsleden en de plaatsvervangende commissieleden hier willen blijven. De overigen worden vriendelijk, maar wel dringend verzocht dit pand te verlaten. Althans, deze zaal. Meneer Vrome mag blijven. De vergadering is gesloten. De raadsleden en de plaatsvervangende commissieleden worden verzocht te blijven. De overigen worden verzocht deze zaal te verlaten.